God okari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Beste kijker. Welkom, welkom bij deze prediking vandaag. We prijzen de Heer, we danken de Heer dat Hij ons de mogelijkheid heeft gegeven om dit te kunnen doen. In deze tijd vol uitdagingen. We weten dat het moeilijk is in de samenleving, moeilijk is met ons. Zelfs ook moeilijk is voor de kerk om te samenkomen op een manier die wij gewend zijn. Maar het is juist daarover dat we vandaag willen praten met u, om u te bemoedigen, om u te laten zien dat dwars door alle dingen heen de Heer nog steeds met u is. Zijn belofte u aangaande, zijn gedachten u aangaande veranderen niet met of zonder COVID. Sterker nog, ik denk dat in deze tijd God een nieuwe weg met ons wil gaan. En ik wil u daarom danken voor het feit dat u kijkt, dat u luistert. En ik bid in Jezus naam dat u wat overhoudt van deze prediking om verder te kunnen gaan in deze tijd die iedereen ervaart als een uitdaging, als moeilijk. Ik dank u. Ik bid de Heer u zegen terwijl u luistert. In Jezus' naam. Ik wil eigenlijk een inleiding maken door te zeggen dat de evangelie, het evangelie van het kruis van Jezus, want daar gaat het allemaal om, gewoon een stukje hout, dat de hele wereld heeft veranderd. Maar het is niet dat stukje hout, het is wat er gebeurde aan dat stukje hout, wat er is gebeurd. Pakweg 2000 jaar geleden. Dat heeft die verandering gebracht. Het enige wat ik wil zeggen hierover, zonder te diep daarin te willen ingaan, is te zeggen dat het evangelie van Heer Jezus Christus heeft een ommekeer gebracht in de geschiedenis van de mensheid. Heeft een ommekeer gebracht in de manier waarop mensen kunnen leven in hun relatie met God. En daar gaat het eigenlijk om. Ik wil u eraan herinneren, beste kijker. De Bijbel leert ons dat de Heer Jezus terugkomt. Op een gegeven moment lezen we in de Bijbel de Heer Jezus en dat lezen wij in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Die noemen wij de vier evangeliën, te weten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar daar worden de woorden van de Heer Jezus, zijn leven wordt beschreven, wat hij heeft gedaan, zijn lering wordt beschreven, de woorden die hij heeft uitgesproken worden beschreven. En daar vinden we eigenlijk de kern. Luister goed naar mij, voor wat we nodig hebben om in deze tijd verder te kunnen gaan. Al 4 maanden, misschien ietsje langer zelfs, is de wereld en ook Suriname in de greep van COVID-19. Voor hen die gewend zijn om naar de kerk te gaan, zoals wij dat noemen, is dat 4 maanden sprake van een crisis. Eerst kwamen er beperkende maatregelen. We konden niet naar de kerk gaan en toen werd de zaak even een beetje vrijgegeven. En kort daarna kwamen er weer beperkingen bij nadat enkele hooggeplaatsten van onze samenleving besmet bleken te zijn. Kwamen er weer beperkende maatregelen. En dat betekent dat onze godsbeleving, laat me het zo zeggen, onze godsbeleving een beetje in een crisis is. Niet een beetje erg in een crisis is. En sommige mensen zijn bang om naar de kerk te komen, bang om ziek te worden. En het is juist in deze tijd, in deze moeilijke tijd vol uitdagingen, beste kijker, dat God op een nieuwe manier met ons wil bezig zijn. Ik zeg het nog een keer, de Heere God wil op een nieuwe manier met ons bezig zijn. U moet goed begrijpen, met of zonder COVID, met of zonder Christus, wanneer de Heere Jezus zegt dat Hij ons nooit zal begeven of verlaten, wanneer de Heere Jezus zegt dat Hij altijd met ons zal zijn, dan verandert dat niet met of zonder COVID, met of zonder wat voor crisis dan ook. Omdat God is God, en zijn woord is de waarheid. En ik wil u daarmee beginnen te bemoedigen vandaag, beste kijker. Wat er ook gebeurt, God verandert niet. Jezus verandert niet. Zijn kracht verandert niet. Zijn liefde voor ons verandert niet. Zijn bedoelingen met ons veranderen niet. Zijn hart naar ons toe verandert niet.
Zijn genade naar ons toe verandert niet. God blijft dezelfde. De Bijbel zegt, hij van alle eeuwen is hij dezelfde. Hij verandert niet. En misschien is dat een goede intro om te gaan kijken naar wat er in deze tijd nou precies aan de hand is. Gisteren spraken apostel Rijmen en mijn persoon met een jonge zuster. Die aangaf angstig te worden als zij om zich heen kijkt. En dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar de Heer Jezus heeft ook duidelijk op 3 plaatsen in de Bijbel spreekt hij erover. Hij spreekt erover om nu even helpen. We gaan het nu niet lezen, maar ik wil u toch bemoedigen om te noteren. Zodat u weet in welke gedeelte van de Bijbel u moet gaan lezen om te begrijpen wat er gebeurt in deze tijd. Dat is in Matteüs 24, in Marcus 13 en in Lucas 21. Die 3 hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. Ik ga het weer zeggen. Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21. Deze 3 hoofdstukken, beste kijker, gaan u inzicht geven in wat er vandaag de dag gebeurt. En ik wil u bemoedigen, na deze prediking, dat u echt op gezette tijden, op een gedisciplineerde manier, u gaat verdiepen in dit stukje, in deze 3 stukken. Ja, als je om je heen kijkt, is er inderdaad sprake van een moeilijke situatie. En die zijn weerga niet kent, die de wereld nooit heeft meegemaakt. De hele wereld is in rep en roer. De hele wereld is in een soort crisis. In een soort dwangbuis. Je kan niet doen wat je gewend bent te doen. Je bent beperkt in alles wat je doet. En er is niets hinderlijker voor een mens, gelooft u mij, dat wanneer je niet kan doen wat je gewend bent te doen. Er is een, als we nauwkeurig kijken naar de zaak, is er sprake van een ontwikkeling die de afgelopen 6 maanden begonnen is en die een geheel nieuw tijdperk inluidt. Ik wil u bemoedigen, beste kijker. We zullen nooit meer teruggaan naar het normaal dat we hebben gekend tot pakweg 6 maanden geleden. En het is goed dat u dat hoort. Als u verlangt naar die tijd van toen, ik kan u zeggen, op grond van wat de Bijbel leert, zal dat niet gebeuren. Het zal niet gebeuren. We staan aan de vooravond, aan het begin, van een nieuw normaal. En ik durf op basis van hetgeen de Bijbel leert, te stellen dat er nog meer dingen gaan gebeuren die wij niet gewend zijn. Dus maak u zich klaar om deze dingen te gaan confronteren. Nu is de vraag, waarom gebeuren die dingen? Weet u, alles wat op aarde gebeurt, beste kijker, wordt door God geregisseerd. Mensen voeren dingen uit, ja, maar uiteindelijk is het de Heere God die nog steeds controle heeft over alles wat in de hemel en op de aarde gebeurt. Dus alles wat op de aarde gebeurt, en daarom, op een profetische manier, wordt alles wat gebeuren zal beschreven in de Bijbel. De Bijbel geeft duidelijk aan wat er wanneer gaat gebeuren. Simpelweg, omdat ook als zijn er andere factoren, andere actoren die het uitvoeren, achter de schermen, de Heere God is die dat zo heeft georchestreerd. Omdat hij ergens naartoe gaat. En ik ga een uitspraak doen die misschien een beetje controversieel bij u overkomt. God, alles wat hij doet, alles wat hij toelaat, dient het welzijn, de groei en het komen in de bestemming van mensen die voor Jezus hebben gekozen. We spreken over de uitverkorenen, de gelovigen en de mensen die geroepen zijn. Die mensen, die worden door die gebeurtenissen op lijn gebracht met Gods plan met hen. En ook deze crisis waar we doorheen gaan, dient dit. Dient u en mij in die zin dat door die omstandigheden God ons kan brengen op de plaats waar hij ons wil hebben. En dat is vind ik zelf, wanneer ik de Bijbel bestudeer, de grote winst van waar we doorheen gaan. God doet het om ons. Deze COVID, al die dingen die gaan gebeuren om ons te krijgen op de plaats waar ons wil hebben. God ons wil hebben. En waar wil God ons hebben? God wil ons hebben op de plaats waar we een dusdanige persoonlijke relatie met hem hebben. Dat hij zichzelf aan ons kan openbaren. Mijn stelling is, als we de eeuwigheid met God moeten doorbrengen, dan moeten we hem kennen. Niet van ver af, we moeten hem kennen vanuit de persoonlijke ervaring. En deze situaties waar we doorheen zullen gaan en nu al gaan, brengen ons op de plaats om te gaan werken serieus, beste kijker, aan onze persoonlijke relatie met God. Wat bedoel ik daarmee? Een persoonlijke relatie waar u als persoon met God bezig bent en God met u bezig is.
Misschien zult u zich afvragen, kan God met 8 miljard mensen tegelijkertijd praten? Ja. Ja. Deze constateringen, deze uitspraak is voor ons niet te bevatten met ons beperkt menselijk denken. Maar God kan met iedereen tegelijkertijd bezig zijn. Want alle dingen zijn in God. Amen. God is in alle dingen en God bestuurt alle dingen naar de raad van zijn heilige wil. Dus dit, denk ik, een van de dingen waar wij als gelovigen vaak problemen mee hebben, is om te kunnen verstaan de dingen die God aan het doen is. U zult zich afvragen, maar kan God tegelijkertijd met mensen praten? Ja, hij kan dat. Hij kan dat, beste kijker. En het bewijs daarvan gaat hij u leveren in deze tijd. Dat wanneer u naar de Heere God toestapt, u werkt aan uw persoonlijke relatie met hem, u gaat zitten, u maakt tijd, u sluit u af voor u en God alleen. U gaat zitten op een plek in uw huis of waar dan ook en u gaat met God spreken. Dan gaat u gaat merken, beste kijker, dat God u antwoordt. Soms hoorbaar, soms is het een bepaalde iets dat in uw geest wordt gedropt, om het zo te zeggen. Maar belangrijk is, u ontvangt instructies van God. U gaat merken dat God zich aan uzelf aan het openbaren is. En het doel van God, naar mijn mening, in deze moeilijke tijden is om ons steeds dichter naar hem toe te trekken. Steeds dichter naar hem toe te trekken. Omdat voordat hij ons komt halen, moeten we in een dusdanige persoonlijke relatie met hem zijn, dat we werkelijk één met hem kunnen worden wanneer hij komt. Het klinkt allemaal een beetje, misschien voor u nieuw, maar ik denk dat deze periode noodzakelijk is om het volk van God te brengen op de plaats waar God zijn volk wil hebben voordat hij zijn volk komt halen. We moeten gaan naar een relatie met God die zo persoonlijk is dat u God gaat verstaan voor alles wat u nodig heeft. U gaat God vragen, want dat moeten we ook leren. We moeten ook leren om God in alles te betrekken van ons leven. Heren, wat moet ik kopen? Moet ik dit kopen of dat kopen? Heren, moet ik gaan, moet ik niet gaan? Want dat is een wandel met de Heere Jezus. Hij betrekken bij alles. En hij heeft tijd daarvoor. Sterker nog, hij verlangt ernaar. Maar het belangrijkste is, als we die relatie met hem niet hebben, kan het voorkomen dat we missen. Dat we verkeerde beslissingen nemen en verkeerde dingen gaan doen. Dus in deze periode waar we doorheen gaan, en gelooft u mij, op grond van wat de Bijbel leert, gaan er nog meer dingen gebeuren. En Jezus begint hierover te praten wanneer zijn discipelen hem wat vragen. Ik ga met u even naar Matteüs hoofdstuk 24. Dat is toch wel een hoofdstuk wat eigenlijk op een heel makkelijke manier uitlegt wat er gaat gebeuren. Ik herhaal ook die twee andere hoofdstukken, namelijk Marcus 13 en Lucas 21 spreken hierover. Maar in 24 wordt het dusdanig uitgelegd dat het misschien makkelijker te behappen is. Ik ga even met u lezen vers 1 van Matteüs 24. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zou worden weggebroken. Nu, voor de Joden was de tempel toen een soort bewijs dat God met hen is. Dat God met ze was. Het teken dat God op die manier zich openbaarde en was met zijn uitverkoren volk, het Joodse volk. Dus Jezus moest op die manier hen uitleggen dat er een tijd komt waarin dingen gaan veranderen. Ze gaan dusdanig veranderen dat het tijd wordt voor iets nieuws. Zometeen gaan we zien wat het nieuwe is. Vers 3 van Matteüs 24. Toen Jezus op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst? Ik heb je aan het begin gezegd, de Heer Jezus komt terug. Amen. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Dus dat begrepen ze wel. Ze begrepen wel dat er een tijd gaat komen waar Jezus terugkomt. En in die tijd de voleinding der dingen, de voleinding der wereld, zegt hij. Vers 4. We zijn nog steeds in Matteüs 24. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, ziet toe dat niemand u verleidt. Want, en in die tijd zijn we nu. Want, zegt hij, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. 6.
Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Elke dag horen we wat. China en Amerika, Venezuela, overal is er wel wat. Het gaat in golven. Soms is het erg veel en soms minder. Maar die trend die we zien is dat er constant in de wereld oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. De dreiging van oorlog. Jezus gaat verder. Zie toe dat en wees niet verontrust. Want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 gaat hij verder. Want volk zal opstaan tegen volk. En koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Oké, ik bedoel, als u de krant leest, als u het nieuws leest, dan moet u tot de conclusie komen dat wat daar hier staat geschreven, werkelijk ook gebeurt. U ziet dat in een land, Amerika maakt nu een heel moeilijke tijd mee. Er is een beweging in het land, gaan nu in op de vraag waarom. Maar punt is, in Amerika is er nu een enorme onrust. Er is een enorme onrust. En het heeft niets te maken met COVID-19 alleen. Er zijn heel veel andere dingen die aan het gebeuren zijn. Het punt is, er zijn bepaalde dingen die gebeuren die ons onrustig maken. Want we zijn die dingen niet gewend. Amen. Maar nu is het belangrijk om te verstaan, wat moeten wij doen als gelovigen? Ik ga verder met u. Ik wil ergens komen. Doch dat alles is het begin der weeën. U weet, een wee is een pijn. Een wee is iets dat niet fijn is. Hij zegt, dit is het, maar het begin van die weeën. Amen. Dus het begin van die moeilijkheden. Moeilijke situaties. Dan zegt hij in vers 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. Dus de gelovigen gaan verdrukt worden. Amen. En zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. Heel veel christenen willen dat nooit weten. Maar ik ga je vertellen, beste kijker. De beste plaats om te bewijzen dat u God dient, is wanneer het moeilijk wordt, wanneer u verdrukt wordt. Amen. De beste plaats om te bewijzen. Wanneer alles makkelijk is, ja. Maar wanneer die druk komt en men je leven bedreigt, men aan je portemonnee komt, men het je leven moeilijk maakt, dan gaat blijken als je inderdaad van de Heer bent en gelooft in hem. 10. En dan zullen velen ten val komen. Inderdaad, heel veel mensen zullen zeggen, nee, dit is te moeilijk. God kan nooit toelaten dat dit met me gebeurt als hij van mij houdt. Laat God maar voor wie hij is. Dat staat hier met andere woorden. Zullen velen ten val komen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. U zult merken gaan, mensen gaan andere de christenen haten. Dat staat hier. Amen. Nog meer dan nu al het geval is. En vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen verleiden. 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En nu komt het grote mooie woord wat ik vandaag eigenlijk met u wil delen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dat vind ik geweldig. Het betekent, maar volharden waarin dan? Volharden in het dienen van de Heer. Volharden in het bidden. Volharden in het zoeken van God. Volharden in het bestuderen van Gods woord. Volharden in het doen van alles wat de Heer Jezus ons zegt om te doen. Gehoorzaam te zijn aan zijn woord. Amen. Ik ga eventjes kort u uitleggen waarin we moeten volharden. En het is misschien makkelijk voor ons om dat op een gestructureerde manier te doen. Hij zegt, we moeten volharden in een goed gebedsleven hebben. We moeten volharden in ons verdiepen in het woord van God. Ik zeg niet gewoon lezen, verdiepen in het woord van God. Amen. En we moeten werken aan een persoonlijke relatie met de Heer. En dit laatste stuk is soms een beetje moeilijk. En daar wil ik het even over hebben. Want dit is de sleutel om staande te blijven in deze tijd van druk. Om niet toe te geven aan de druk die deze gebeurtenissen op ons legt. Met als doel te zeggen, ik zeg de Heer Jezus vaarwel. Want als God van mij houdt, dat is dan die redenering die vaak opkomt, waarom laat hij dit toe? Ik begin nu van tevoren te zeggen, die gedachte zal opkomen, ook bij u die kijkt. Waarom? Als God van mij houdt, waarom? Oké, dat is het waarom is, omdat God wil hebben dat de enigen die met hem in de eeuwigheid zijn, dat zijn mensen die werkelijk hun eigen leven niet hebben lief gehad. Ze hebben hun eigen leven niet lief gehad. Ze hebben hem meer gehad. Ze hebben God meer lief gehad dan zichzelf. Alleen voor die mensen, beste kijker, gaan we een andere keer over praten, is de eeuwigheid weggelegd. Mensen die zeggen, ik hou van de Heer, ik gehoorzaam hem, wat het mij ook kost, ik ga dat doen. Want voor die mensen is er ruimte in de eeuwigheid. Amen. Goed, de relatie van de Heer, hoe werkt dat? Kort, maakt u tijd in uw schedule, in uw schema van elke dag. Op gezette tijden.
gaat u zichzelf apart houden in uw huis waar u bent. U zet uw zonne zichzelf af. U gaat met de Heer zitten praten. U gaat met hem praten. In een relatie is er sprake van communicatie. U gaat met hem praten. U gaat hem vertellen wat u allemaal bezighoudt. Uw verlangens, uw pijn, uw verdriet. Gaat u hem vertellen. Hij op zijn beurt, en dat is heel belangrijk, zal u dan antwoorden. Hij zal u antwoorden op zijn beurt. Hij zal u antwoorden geven. Hij gaat soms op een hoorbare manier, laat me dat goed uitleggen. Maar soms gewoon ontstaat er een bepaalde gewaarwording in uw denken. Van, oh, wacht even, misschien is dit het. Beste kijker, als u eenmaal deze relatie met de Heer gewend bent. Het is zo heerlijk dat u alleen maar meer wil hebben daarvan. En daar die relatie wordt er gesproken. Nogmaals, u gaat apart. U zondert zich af van mensen. U gaat apart. In Matthäus 6, vers 6 geeft de Heer Jezus een uitleg daarover. Hij zegt, je moet in je binnenkamer gaan. Je moet die deur achter je sluiten en je gaat in het verborgene. Dat betekent, jij en God alleen gaan op het Surinaams gezegd, jullie gaan Tori praten. Daar ontstaat die relatie. Daar ontstaat die innige relatie. Daar ontstaat die relatie waar de Heer zich aan ons wil openbaren en ons wil vertellen. En nu komt het. Hoe om te gaan met die situatie. Als we niet van God verstaan, beste kijker, hoe om te gaan met die situatie. Wat te doen wanneer de druk komt. Wanneer al deze dingen gebeuren, dan gaan we niet halen. En daarom is deze tijd zo belangrijk dat u werkt aan uw relatie met de Heer. Want alleen in die relatie kan Hij u persoonlijk vertellen wat u moet doen. Wat Hij aan mij openbaart, openbaart Hij niet aan u. Want iedereen heeft een andere manier van leven. Amen. Goed. Ik zie dat mijn tijd erop is, bijna op is. Ik ga toch met u bidden. Voor die mensen die zeggen, man, ik vind het ding moeilijk. Heren, ik ga met u bidden, beste kijker. Heren Jezus, dank u voor uw woord. Dank u voor uw bedoelingen met ons. Halleluja. Dank u voor het feit dat het uw bedoeling is dat we u persoonlijk zullen kennen, mijn God. Heren, ik bid voor al die mensen die zeggen, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Vader, leer ze, Heren God, hoe dat te doen. Heren, om zichzelf apart te zetten, om met u alleen te praten. U alleen met u bezig te zijn. Heren, en ik weet uit ervaring, dat lezen we trouwens ook in uw woord, dat het uw verlangen is om uzelf aan ons te openbaren. Heer, ik zegen ieder die kijkt. Ik bemoedig ieder die kijkt dat hoe groot de druk ook lijkt te zijn in deze dagen. U bent niet veranderd. Uw liefde is niet veranderd en u bent nog altijd daar. Wij prijzen u, we loven u en wij danken u voor een ieder die kijkt, Heren. Sterk mensen, bemoedig mensen, Heren. Geef ze een nieuwe richting, Heren. Spreek tot hun harten, Vader. In Jezus' naam. Amen. My best is yet to be.